Yo, Nintendo fans. Hallo. Wat ben je weer lekker enthousiast, Piet. Ik moet poepen. Waarom heb ik mijn hand dan hier? Ga alsjeblieft weg. En we gaan weer verder met Hyrule Warriors, jongens. Laat even een duimpje achter en sowieso een reactie als je dit vaker wil zien. Want ik weet echt niet meer wat jullie nu willen zien op dit kanaal. Anyways, jullie zeiden allemaal dat ik naar Urbosa moest. Dus we gaan naar de Gerudo's in een fort in de gelijknamige regio. De sterke, nobel woestijnvolk dat volledig uit vrouwen bestaat. Haar kwaliteiten op het slagveld en kracht om bliksem op te roepen maakt Urbosa de aangewezen persoon om de titan Vano Boris te besturen. Zelden kent Urbosa dankzij haar band met de vroegere koningin van Hyrule. Met haar reisgenoten gaat Zelda op weg naar het Gerudo-fort om met haar oude vriendin te spreken. En onderweg wacht hun echter een verrassing. Kijk, met Revali was het zo, daar wisten we niet wat we tegen zouden komen. En nu is dat eigenlijk ook zo. Maar Zelda denkt wel dat Urbosa een vriendin is. Dat is ze eigenlijk ook. Maar Revali, die was niet echt een mattie. Kijk, daar hebben we de vrouwen van de Gerudo's. Wat is er met hun dan? Wat was er aan de hand dan? Want als zij een vriendin is, waarom vallen de Gerudo's ons dan aan? Precies dat. What's up with that? Waarom? Urbosa kan alles vast uitleggen als we haar kunnen bereiken. Zijn dit neppe Gerudo's? Wat is er met jullie aan de hand? Waarom? Wat is het probleem? We moeten naar Urbosa. Oh, dit is de Gerudo-commandant. Daar krijgen we gelijk even een tik van. Hoppakee. Oké, dash. Ja, oké. En aanvallen die handel. Gerudo, commandantje. Hier kom ik. Hier. Dash. Ja, oké. Oké, dag, Gerudo, commandantje. Maar waarom vallen jullie me aan? De Rito's die vielen mij ook al aan. Wat is het probleem? Nader het dorp vanuit het zuiden. Dus we moeten deze kant op. Ik loop gewoon langs al deze chickies, jongen. Geen probleem. Hier, Gerudo commandant. Geen probleem. Doe maar gewoon waar je zin in hebt. Ik loop gewoon langs jullie allemaal. We gaan gewoon naar het zuiden van het dorp. Perfect. Ze trappen erin. Nu aanvallen, zegt Urbosa. Wat is er nou aan de hand met Urbosa? Rustig eventjes. Rustig eventjes. Hier, bommetjes. Bam, 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 bam. Hoppakee. Let op de toestand van Zelda. Waar is Zelda? Zelda, kom eens even hier dan. Zelda. Oh, hier ben je. Oké, top. Oké, nice. Daar gaan we. Zelda. Ja, Zelda is gewoon nog helemaal levend. Kijk, Zelda helpt ons gewoon. We moeten deze twee in ieder geval even gaan verslaan. Hier, bommen. Hier, alsjeblieft, bommen. Hoppa. Oké, laten we even super aanval doen, jongens. Want we moeten even afrekenen met deze gekke commandantjes. Hoppakee. Zo doen we dat. Alles goed, Zelda? Kunnen we nu naar binnen dan? Hallo. Mag ik naar binnen? Nee. Oh, wel. Ja, ik mag wel naar binnen. Gaan we hier ook nog verder vechten? Ik wil helemaal niet vechten, jongens. Hoppa. We kunnen ook gewoon dit ding pakken en dan zo iedereen met dat ding slopen. Impa, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Waarom ben jij helemaal hier? Wat ben je aan het doen? Jij bent gewoon even solo met deze Henk aan het vechten. Waarom? Laat hem lekker met rust. Ga naar het freaking kasteel. Of naar het dorp van de Gerudo's. Kom op. Kom maar, boys. We gaan eens even kijken wat er met Urbosa aan de hand is. Zoals we weten is Urbosa hier ergens boven, als het goed is. Dat kennen we natuurlijk uit Breath of the Wild, deze plek. Dan moeten we hier door. Kijk, hier is Urbosa. Urbosa? Wat is je probleem? Waarom laat je deze Gerudo's tegen mij vechten? Urbosa! Oké. Inderdaad, Zelda. Zelda die vraagt, waarom? Waarom doe je dit? Wow, Urbosa ziet er vet boos uit. Urbosa. Wat doet? U in uw lot dwarsbomen? Wat? Is ze overgenomen of zo? Dit is niet mijn vriendin. Ik ben niet jouw vriendin, vriend. Hier. Oh, wat? Oh, wat? I came back as quickly as I could. Oh, dat was de neppe Urbosa. Dat was helemaal Urbosa niet. Not exactly what I expected to find. Lekker bezig, Gerudo's. Dit is de echte. Maar... Waar was zij dan? Wat was je aan het doen, Urbosa? Stormachtige Gerudo. Where have you been? Wat is dit? Dit is Koga, nee. Urbosa met een vraagteken. Nee, jongen, dit is Koga. De leider van de Yiga-bende. Dat ga je pakken, vriend. Ja hoor, nog meer Yiga's.
Naxen, jongen. We gaan ze pakken. Jiga, assemble! Jigas, aantreden! Mezelf niet meegerekend natuurlijk. Oh, hij gaat zelf... Lekker dan, hè. Jullie leider die peert hem gewoon, hè. Oh, snap. Nu gaan we met Urbosa. Woehoe! Ja, Urbosa heeft wel een lekker zwaardje, hoor. Het is ZR. Als we die indrukken, dan vullen we de bliksemmeter. Zijn we nog aan het vechten? We zijn klaar, toch? Druk herhaaldelijk op X na een sterke aanval om voor een aanval uit mijn bliksem eten. Ja, oké. Okay. En nu gaan we op X drukken. Oh, snap! Oh, snap! Dit is zo'n zieke aanval! What? Dit is zo cool! Man, Urbosa is sick! Heel sick! Oké, laat me even opladen. We moeten eerst even zijn defense breken, jongens. Kijk, dit is top, dit is top. En dan nu... Bam! Helemaal gestoord, jongen. Oké, hier is de volgende. Tenminste, ik denk buiten. Ja, zie je, buiten. Kom dan. Oh, ik moet niet te stoer doen. Oké, dit is goed. Dit was een lekker combootje. Gaat hij er weer vandoor? Ah, je hebt me gemist, vriend. Je hebt me gemist, lekker. Hop. Daar gaan we. Ik moet wel even op hem focussen eigenlijk, want anders dan mis ik hem de hele tijd. Dan maar zo, hè. What? Blink! Het is wel echt heel tof dat Urbosa er nu bij is. Blijkbaar is er nog een elite soldaat hier ergens. Zelda wordt hier beschermd door deze soldaatjes. Hallo, meneer de Yiga-soldaat. Ultieme donderkracht! Helemaal gek, jongen. Jemig. Ik vind Urbosa misschien het minst aansprekende karakter van de drie. Maar ik moet je wel zeggen dat zij wel echt een van de tofste powers heeft, jongen. De power met die donderkracht en zo. Dat is wel echt sick. Nou, dit zijn wel echt een beetje noobies allemaal. Oh, oké. Hier zijn nog meer elite soldaten. Maar we gaan even doorrennen. We gaan gewoon doorrennen. We moeten ons hier even een weg doorvechten. Kijk hoeveel van die Yiga duurt, jongen. Ga weg met jullie Yiga hoofden. Hier, ik bliksem jullie allemaal kapot. Lekker. Hoppa, en dan deze er even overheen. Oh, heerlijk. Heerlijk, Urbosa. Oké, Koga. Kom je nog, Koga? Of ben je echt zo pussy dat je echt gewoon... Oh, snap. Kijk ze wegrennen met z'n allen. Een Moluga! Oké, wat moet ik met die Moluga doen? De Moluga die heeft de Yiga-bende in paniek op de vlucht geslagen. En wat moet ik met... Oh, ik moet hem ook echt gaan verslaan, joh. Ik ben ook wel een klein beetje bang voor dit beest. De vijand is verzwakt. Tijd om te omcirkelen. Ja, dat zegt Zelda. Maar die is waarschijnlijk met die gasten aan het vechten. Met die Yiga-bende. Niet met mij. Kijk, dit is lekker. Dit is heerlijk. Dit is lekker. Hutseflatsie. Oh, Link die kon me zo helpen. Oké. Okay. We moeten slim te werk gaan. Laat de Molduga maar. Richt je op de Yiga-bende. Voorkom dat je slaags raakt met de Molduga. Wat? Waarom? Nee, ik wil deze kapot maken. Hier, laat mij deze Molduga slopen. Ik ben net zo lekker op weg. We moeten hem wel echt met rust laten. Nou, laten we hem maar met rust laten. We moeten de kampen veroveren. Oké, hier is zo'n kampie. We moeten eerst even kampies lopen. Kom maar, jongens. Kom maar. Hier, ik heb ook nog een bommetje voor jullie als jullie dat nog leuk vinden. Heerlijk hoor. Heerlijk dit. Hier, ik heb ook nog donderstralen. Dit is mijn Pikachu aanval. Oké, kampie veroveren. Hebben we deze? We hebben deze. Als het goed is kan ik gewoon met Impa dwars door de stad heen. Yes, en dan gaan we richting die kampen. Yes, oké, we zijn aangekomen bij het volgende kampie. Hoppa, yes, nice. Ik vind die zo vet. Ik vind die zo tof. Op het moment dat wij, zeg maar, allemaal andere gedaantes overnemen. Impa is gewoon sick. Impa is echt sick. Moet je zien hoe sick zij aanvalt. Dat is echt niet normaal. En daar is die al, hoor. Daar is die al. Het tweede kampje is ook overgenomen. Easy, jongens. Easy. Link is volgens mij al bijna bij het andere kamp. Oh, of niet. Hij is weer weggelopen. Iemand anders staat bij het derde kamp. Urbosa staat bij het derde kamp. Lekker bezig, Urbosa. Link is gewoon aan het lantefanten. Pak hem aan! Ik vind dit echt wel gruwelijk, man. Ik vind dit echt heel gruwelijk. Waar is Koga? Kom dan, jongen. Kom dan. Ik weet niet wat voor freaking bom jij daarbij had. Oké. Wacht even. Hij is toch een bolle Jan. Hij is toch wel een aardige bolle Jan. Hutsa. Het is wel jammer dat ik hem niet heel makkelijk met mijn elektriciteitsaanval kan
slaan. Dat kan pas op het moment dat hij dus niet meer beschermd is. Impa komt ook even helpen. Gelukkig, Impa. Dankjewel voor je hulp. Nu dan, nu dan. Breek zijn schild. Breek zijn schild. Zwakte plek aanval erbovenop. Hallo? Dit doet echt... Ik wou net zeggen, dit doet veel te weinig pijn. Oké. Link, misschien... Waar ben je trouwens, Link? Link is weer weg, hè? Oh, hij is er wel. Ik heb hem gewoon niet gezien, hè? Ja, hij is er eindelijk bij. Hij deed zijn buikaanval. Wat een Snorlax, jongen. Jij Snorlax. Kijk, nu kunnen we... Met z'n drieën kunnen we hem wel aan, denk ik. Hoop ik. Heel zijn bende is inmiddels ook weg. Ik heb nog een of andere super donder aanval. Kijk, dit is nice. Nu heb ik hem gestunt. Dit was heerlijk, jongen. Kijk, dit zijn gewoon extra aanvalletjes. Lekker, man. Waarom heb ik die nooit gebruikt? Oh, oké. Hij is volgens mij voor de helft kapot. Oh. Oh, oké. Oké. Hij heeft zichzelf gedupliceerd. Wat irritant opeens. Wat irritant opeens. Ik kan helemaal niks meer doen, joh. Hier, bom. Hier, vang. Lekker. Oké, dit is de vervelendste baas tot nu toe. Dit is nog vervelender dan Revali. Revali was hier echt makkelijk bij. Oeh, ik had hem bijna. En opeens komt die gekke Henk zich weer bemoeien, hè. Hier, bommetje. Lekker. Oké. Volgens mij heb ik er één kapot. Eén van de Koga's, nu die andere nog. Kom op. Sprintaanval. Zwakke plekken aanval. Is het nou klaar met je hoofd? Ben je nu... Is het nu over? Bim! Bijna, nog een paar tikken, jongens. Klap hem! Help mee! Sla hem! Gooi bommen, doe iets! Lekker! Daar gaan we! Freaking Koga, jongen! Is het een beetje de Gerudo's lastig te vallen? Maar nu is het klaar, hè? Nu is het helemaal klaar met je hoofd. Hoe hebben die melkmuilen... Melkmuilen? Die melkmuilen mij verslagen? Serieus? Lekker, Urbosa. Nice. Dit is nog iemand anders. Dit is niet Koga. Wie is dit? Wat is dit voor een mafkees? What? Je gaat me niet zeggen dat er nog een fase is, hè? Dit is Suga. Wat ben je laat? Ik was bijna de pisang. Oké, ze gaan er vandoor. De rechterhand van het omgekeerde oog. Suga. Forget these cowards. Laat die lafarts maar. Het is tijd voor de aftocht. Volgens mij is Suga nog wel even een stukje sterker dan Koga. Urbosa die accepteert het niet. Met de mooie blauwe lipstift. Ja. Oké, dan. We hebben Urbosa ook vrijgespeeld. En daar is hij dan hoor. Vanaboris. Ja. Zie je het een beetje zitten, Urbosa, met Vanaboris? Bedankt dat jullie hierin zijn gekomen. Het is in het voort enigszins chaotisch. Ja, dat kan je wel zeggen, man. We moesten tegen Gerudo's vechten. Jongen. Urbosa en Zelda zijn wel echt matties. En Urbosa die vraagt... Jullie kennen de Yiga-bende, toch? Verraderlijke Chica's. Die Ganon het onheil willen opwekken. De bandieten zorgen voor heel wat ellende hier in de Gerudo-kloof. Ja, en daarvoor is Vanaboris, hè? Ja... Ja, nu mag je deze even tot leven wekken en gaan besturen, Urbosaatje. Het heeft lang genoeg geduurd. Ja hoor, Urbosa gaat ook de titaan besturen. Vet. Ja, they go way back, hè. Zelda en Urbosa. Vet. Ik denk dat Urbosa zelfs een soort van moederfiguur is voor Zelda. Heel cool. Heel cool. Little Bird. Ja, dat is wat Urbosa altijd zegt tegen Zelda. Zelda kent hier haar krachten nog niet, hè? Ja, mooie scène wel. Mooie scène. Kijk dan. Oeh. Ja, deze was ook vet, hè? Die elektriciteitsbaas, die fantoom die daarin zat in Breath of the Wild. Woe! Pittig. Oh, wat gebeurt hier? Dit zijn... Suga, hè? Wie is dit? Wie is dit voor guy? Well, if they hadn't interrupted me. It seems that, as low as my expectations of you were, I was overly honest. Dat is Suga? Dat is Koga? Maar wie is die guy hiernaast? Wie is die gast met die... Met die kap op, met die hoodie. Wie ben jij, dude? What?
the future. Oh, zij hebben ook zo'n apparaatje. Nee, joh. Zij hebben ook zo'n kleine wachter. Maar zij misbruiken die helemaal. Oh. Dit ziet er niet goed uit. What? Wat heeft dit allemaal te betekenen, man? Heeft hij gewoon Ganon laten ontwaken? Wow, oké dan. Dit is even een bizar einde. Urbosa is erbij, de matriarch van de Gerudo's. Urbosa is een vaardige krijger met macht over de bliksem. En ieder die kijkt naar haar op vanwege haar kracht. En de titaan Vana Boris is haar toevertrouwd. Ze was een goede vriendin van Zelda's moeder, Weilen Koningin van Hyrule. Ja. Zij was de vriendin van de moeder van Zelda. En dus inderdaad een soort van moederfiguur. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!